Hallo en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik aan de slag in mijn Document Our Life boekje en begin ik met de voorpagina van april. Zoals je zo meteen zult zien bij het terugbladeren heb ik voor maart ook zo'n voorpagina gemaakt. Die zie je hier even snel. En voor april ga ik dat ook doen en de keuze is gevallen op elke maand, begin van de maand, een selfie te maken en die te gebruiken. En ik gebruik denk ik de Dream Kit van DLS. Maar het kan ook zijn dat er andere kits tussendoor komen. Want ik heb alles door elkaar gegooid. Dit bloemenpatroon viel mij heel erg op en die wilde ik graag gebruiken. En nu ben ik even op zoek naar een kleur om de foto te matten. En dat doe ik door de cardstock heen te gaan. Ik dacht dat deze groener zou worden, maar eigenlijk zijn die bloemen al te groen. En deze paarse, die zit er niet zo heel veel in en die wil ik graag wat ophalen. Dus die gebruik ik voor het matten. En nu ben ik nog op zoek naar de roze kleur. En dat is niet deze roze, maar de roze die in Paperpad 2 zit. Dus het is even bladeren. Ja, dat is de goede roze kleur. En dat zijn eigenlijk de papiertjes die ik gebruik. En voor de rest gebruik ik embellishments. En dan ga ik nog even op zoek naar de washi tape die erbij hoort. En dat is deze, volgens mij. Maar die vond ik sowieso wel mooi. En die gebruik ik om mijn rand wat te verstevigen. Want dit komt zo los in mijn album. Die komt niet in een hoes. En dan heb je iets meer stevigheid bij de gaatjes. Dus ik doe daar nu een hele bladzijde, zeg maar. Langs de hele bladzijde dat erop. En dan pak ik mijn gaatjestang. En dan knip ik er gaatjes in. Die gaatjes die ik er nu in had zitten, die had ik toch gebaseerd op een hoes. Zodat ik weet dat de afstanden in ieder geval goed zijn. En het blaadje is net iets groter dan een hoes. Dus dat vind ik dan wel weer, dat is net of het een tabblad is tussen de maanden in. Nou, dan heb ik inmiddels dat paars papier op maat gesneden. En dan ga ik even kijken hoe groot ik mijn bloemenpapier wil hebben. En die wil ik nog best wel groot, want ik vind het zo mooi dat die mag er wel goed onderuit komen. En dan maak ik nog een groot vlak van het roze om erachter te matten. Nou, zoals zo meteen het komt te liggen, dat is eigenlijk ook de opzet van de hele pagina. Verandert niet zo heel veel aan. Het enige wat er nog bij komt is dat er wat embellishment en wat mixed media bij komt. En dan ga ik even tussen mijn moesjes kijken, mijn embellishment moes, welke kleuren ik dan erbij vind passen. En dat worden de Nuvo embellishment moes aquamarine en English Heather. En pak ik een DLS stencil met van die kleine plusjes. En dan ga ik boven de aquamarine, die ik nog helemaal niet gebruikt heb, dus ik moest hem eerst even openmaken. Boven de aquamarine door het stencil heen doen en aan de onderkant de English Heather. Dan heb ik de English Heather al wel meer gebruikt en die is al wat harder geworden en dat zul je straks ook zien in het resultaat dat er wat in mijn stencil blijft hangen, want dit is een redelijk fijn stencil. Ik weet wel, de volgende keer als ik hem weer gebruik, dan zal ik hem iets natter maken. Je kunt er gewoon met een spuitflesje een beetje water in doen en dan wordt hij iets makkelijker hanteerbaar. Nou, dat is de groene kant en dan gaan we nu naar de roze kant. Ik heb hier ook vergeten het folietje erop te laten zitten. Misschien is dat ook nog iets wat wel zou moeten helpen. Maar qua verwerking, zoals je ziet, gaat het nog redelijk goed. Alleen doordat hij wat harder is, blijft hij weer meer in mijn stencil zitten. En dan droog ik het even met mijn heattool, zodat ik zo meteen geen last van heb dat ik het uit ga smeren. En dan ga ik met het papier aan de slag. En dat betekent voor mij eerst lijntjes zetten. Dus met een zwarte pen en een liniaal heb ik er nu lijntjes omheen gezet. En ga ik even clusteren in elkaar leggen, zodat ik kan zien
hoe ik de embellishments ga doen. En ik pak de cut-out card van Dream. En daar zit een mooi vakje, vierkantje in waarop staat Hello April. Dus dan kun je ook meteen zien dat het de pagina van april is. En ik ga even door mijn embellishments heen. Die heb ik inmiddels op kleur gesorteerd. Met uitzondering van de poppetjes en de andere figuurtjes. En ik vond dit figuurtje wel heel erg leuk. Een meisje met een bril op. Nou ja, je ziet, ik ben zelf ook brildragend. Redelijk lang haar. Dus dat vond ik wel leuk om dan erbij te doen. En dan ga ik wat meer van die bloemen gebruiken die ook op de achtergrondpapier zeg maar zitten. En ik kies voor de drie kleuren die voor mij de kit wel typeren. En dat zijn die paarse kleuren, een roze kleur en een wat geel-groene kleur. En elk bloemetje krijgt ook nog zijn eigen blaadje. Nou, dat heb ik dan inmiddels uitgezocht en erbij geplaatst. En dan ga ik nog eventjes door de andere embellishments heen. En er zaten ook wel wat cirkels in. Die vond ik ook wel leuk. Dus daar zoek ik nog even doorheen om te kijken welke bijpassend zijn. En uiteindelijk kom ik uit op een cirkel waarop staat spring. Nou, april is wel lentemaand. En this month. Dus dat past ook wel perfect. Want dat gaat over deze maand. En dan hebben we hier ook nog de cut-out card. En daar zit nog die mooie geel-groenige kleur in. En daar gebruik ik die cirkel als basis voor dat meisje om op te staan. Want anders dan heb ik het gevoel dat ze wat zweeft. Nou, dan leg ik het een beetje zo neer zoals ik het wil. En dan knip ik dat Hello April vierkantje uit. Een deel van de cut-out cards heb ik al helemaal uitgeknipt. Een deel ook nog niet. En dan gaan ze gewoon ook in één bakje. Zodat ik weet dat daar de cut-out cards in zitten. En dan kan ik daar lekker doorheen zoeken. Nou, zo wordt het dan ongeveer. En dan kunnen we dat op de pagina gaan plaatsen. Ik denk dat til ik wel in één keer op. Nou, dat gaat niet helemaal, maar... En dan zie je ook dat dat bloemenpatroon een deel over mijn mixed media heen gaat. En dat is nou precies de bedoeling, want dan wordt het één geheel. En dan heb ik dit inmiddels allemaal aan elkaar geplakt. En dan ga ik nog even door de stickers en de enamel dots heen. En de siliconen banners. Even zoeken welke enamel dots er qua kleur bij passen. En dan zoek ik eerst woordstickertjes uit. En ik kies voor bovenaan een geel-groene waarop staat Our Story. Ik vertel in dit boekje ook het verhaal van een beetje ons, mijn leven. De dagelijkse dingen. En dan komt er nu eentje met Be Yourself. En dan is nog eventjes zoeken naar de derde die ik graag wil. En eigenlijk wil ik dan een beetje die paarse kleur. Zodat die kleuren ook allemaal wat terugkomen. En uiteindelijk wordt het eentje waarop staat Details. En dan kijk ik even in de siliconen banners. En eigenlijk zag ik daar meteen degene die ik al wilde. En dat is Making Memories. En die plak ik met tacky glue vast. Ook omdat dit buiten een hoes komt, wil ik wel graag dat hij goed vast blijft zitten. Nou, die tacky glue werkt prima, want op de andere heb ik de groene siliconen banner gebruikt. En die zit er ook nog steeds op. En dan ga ik met wit, donkergroen en roze en die paarse kleur nog verspreid wat enamel dots plaatsen. Dan nog een stukje van de cirkel afknippen en dan is hij klaar. Dan kan ik op de achterkant nog iets over april vertellen. En dat komt dan vanzelf wel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Als dat zo is, geef deze video dan een duimpje. Mocht je vragen hebben, stel ze dan. En tot de volgende keer. Doei!